is ook zonde om kapot te maken eigenlijk. Ik vind de presentatie echt super mooi. Iedereen heeft eetregels. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan mensen die eerst hun groente en aardappelen opeten en daarna pas hun vlees of dat soort dingen. En mensen met een eetstoornis die hebben echt bizar veel eetregels eigenlijk. En een van mijn eetregels was: als ik eet, wil ik wel lekker eten. En ik denk dat dat op een gegeven moment steeds extremer is geworden en dat ik steeds meer gefocust was op: waar kan ik het allerlekkerste en waar kan ik het allerbeste eten? Als ik daar naartoe kan, dan vind ik eten geen probleem. Maar zou ik thuis een boterham eten, dan liever niet. Liever niet. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer ik er precies mee ben begonnen en waarom ik het precies deed. Maar ik denk dat de kans heel groot is dat ik dat fotograferen van eten ook een beetje heb ontwikkeld door mijn eetstoornis. Oké, ik begin altijd met het fruit dat zo min mogelijk bruin wordt als je het snijdt. Dat is een mesje. Dus ik begin met de banaan. En normaal gesproken zou ik dit altijd afwegen. Ik heb daar een weegschaaltje staan. En waarom doe je dat nu niet? Omdat het nu zou betekenen dat ik heel erg vanuit een eetstoornis handel. En het is echt niet de bedoeling dat ik eten af ga wegen. Okay. Eigenlijk zijn het altijd drie componenten. Het NRC Handelsblad, het Parool en mijn ontbijt. En mijn ontbijt is dan heel vaak kwark met fruit en soms wat noten en muesli of granola. En een kopje koffie. Dat ook altijd. Dus dat was voor mij, het verbeelde voor mij heel erg mijn zondegevoel. Okay. Deze man was kut. Hij is erg rijp, dus hij is vrij zacht. Dus blokjes zijn niet zo scherp als we normaal zijn. Maar goed. Die drapeer ik dan ook gewoon een beetje in de hoek. Met blauwe bessen moet je altijd zuinig zijn, want die kost ongeveer 7 miljoen. Ik denk dat ik vooral wil laten zien van ik leef gewoon lekker en ik geniet. En dat is ook heel manipulatief, want ik weet zelf dat het heel vaak bij dat ontbijt bleef dan. En dan at ik verder niks. Maar ik kon wel aan de buitenwereld laten zien van kijk, ik eet gewoon. Dus geen zorgen. Heb je al wat gegeten vandaag? Nee, vandaag heb ik nog niks gegeten. Ik weet niet hoe laat het nu is, maar dit is mijn eerste eten. 1 uur. Oké. Thank you.
Het is extremer geworden toen ik anorexia begon te ontwikkelen. Want ik heb een periode gehad dat ik echt het minimale at. En wat ik at, dat moest aan heel veel eisen voldoen. Aan heel veel voorwaarden. En ik moest ook altijd precies weten wat ik at en hoeveel calorieën erin zaten. En ik moest precies het gewicht weten van mijn eten. Dus ik woog ook alles af. En als ik bijvoorbeeld een bakje kwark at, dan kon ik niet een heel klein beetje erin laten zitten. Want dan zou ik niet eten wat ik had geregistreerd, zeg maar. Dus dan klopte het niet. En ik was daar heel streng in. En als je zo streng bent, dan ga je op een gegeven moment, je ontneemt jezelf gewoon heel veel dingen, want alles is verboden. En je verlangt natuurlijk wel ergens na dat eten. Je wil wel weer een keer pizza eten en je wil ook weer een keer patat eten of gewoon iets lekkers. Maar dat mag niet van jezelf. Dus ja, als je het dan gaat eten, dan wil je wel dat het ook echt super lekker is. En toen begon ik, nou ja, eigenlijk een soort zoektocht van waar kan ik nou het allerlekkerste eten. Dit was op de dag dat ik de kliniek inging. Ik denk dat ik hier ook op mijn lichtst was. Kun je vertellen waar we zijn? Ja, we zijn in de eetkamer. Vanzelfsprekend werden hier alle maaltijden gegeten. Of tenminste, een deel van de maaltijden. Sowieso altijd ontbijt en lunch. En 's middags had je een tussendoortje, die moest je hier ook eten. In ieder geval in het begin van je behandeling. Ik kan me wel herinneren dat de eerste keer dat ik hier at, was het meteen boerenkool met heel veel jus en ik vond dat best wel heftig. Want ik realiseerde toen ook gewoon van, ja, dit is het moment dat ik echt aan ga komen. Of eigenlijk moet ik zeggen, dit is het moment dat mijn gewicht gaat herstellen. En dat idee vond ik heel erg moeilijk. Dit is de ruimte waar we groepstherapie hadden. En dan hadden we een paar keer per week een uur, zeg maar. En dan ging het heel vaak over hoe ga je om met de moeilijke momenten. Wat voor soort gedrag kan je inzetten om nou ja, die moeilijke momenten de baas te blijven. En wat waren moeilijke momenten voor jou? Ik vond het moeilijkste vond ik altijd het feit dat ik elke week aankwam. Of bijna elke week. Dat vond ik sowieso het lastigste. Ik denk dat het vanaf 2015 gewoon echt problematische vormen aan begon te nemen. Want toen kreeg ik last van mijn lichaam en was ik heel obsessief bezig met alles registreren en wat ik dan qua eten binnenkreeg die dag. En ik sportte ook heel obsessief. Als ik bijvoorbeeld cardio ging doen, dan moest ik per se
op de cross-trainer staan, waar ik de vorige keer ook op had gestaan. En alle andere keren, want anders zou het misschien niet kloppen. Want je kan altijd een soort van schatting laten maken van, oké, zoveel calorieën verbrand je ongeveer. Dat is natuurlijk nooit helemaal precies. Maar voor mij was dat wel een goede richtlijn. En ik was, ja, was zo bezig met die cijfers dat ik altijd op precies hetzelfde apparaat moest sporten, omdat die andere misschien een afwijking had. Hier is een soort binnentuin. En ik was er eigenlijk echt nooit geweest. Ik heb hier nooit buiten gezeten. Maar op een gegeven moment hadden we ook een soort sportles. En toen mochten we van de trap afrennen. En toen mochten we hier door dat miniparkje gewoon een rondje lopen. Rennen zelfs. En ik weet nog dat ik bijna door mijn benen heen zakte. Want het was gewoon echt too much. Ik heb nu ook voor het eerst sinds tijden een broek aan die groter is dan wat ik jarenlang heb gedragen. En dat is voor mij ook wel een heel groot ding. Want ik vond het heel lastig om grotere kleren te kopen. Want ja, je ontkomt er niet aan. En ik wilde heel graag vasthouden aan één type jeans. Maar dat was gewoon kansloos. Ik moest gewoon grotere broeken kopen. Maar ik heb dat heel lang uitgesteld en niet gedurfd. En ja, gewoon expres wijdere kleding gekocht, zodat ik me enigszins comfortabel voelde daarin. En nou ja, sinds kort heb ik dus weer een spijkerbroek aan in een grotere maat. En ja, dat voelt ook heel erg als een grote stap. Een hele grote stap. Ik denk dat ik ook wel bewust door ben gegaan tot ik een bepaalde broek aan kon. En op een gegeven moment zit je dan gewoon eigenlijk gevangen in je kleren, omdat je weet dat het niet gezond is, maar je wil ook niet aankomen omdat je dan die broek niet meer aan kan. Ergens in mijn hoofd zit nog wel het idee dat ik ze ooit wel weer ga passen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk. Want ja, het risico is dat als ik ze nu ga passen en voel hoe strak alles zit, dat ik daar echt een enorme terugval mee kan uitlokken. En dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus daarom zeggen ze van, gooi alsjeblieft je kleren weg of verkoop het of geef het weg of wat dan ook. Maar hou het niet zelf. Maar ik kan het nog gewoon niet weggooien, want ik heb echt nog wel het idee van, oké, hoe ik er nu uitzie, dat is tijdelijk en ooit wordt het wel weer beter. Maar het is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Maar desondanks, weggooien is lastig. Deze vast die ik doe. Ja, deze zat destijds gewoon los eigenlijk. En nu barst ik eruit. Ik besef gewoon beter dat het niet, dat het echt heel dun zijn, dat je daar iets, je bereikt er gewoon niks mee. Het heeft geen meerwaarde. Het lijkt echt het ultieme doel op dat moment. En je hebt er ook alles voor over. Maar je bereikt er helemaal niks mee. En dat is ook iets wat ik hier tijdens de behandeling heel erg vaak te horen heb gekregen. Of daar ben ik heel vaak mee geconfronteerd. Van, wat heeft het je nou gebracht, dat ondergewicht? En als je dan heel eerlijk kijkt, dan is dat gewoon niks. Alleen maar ellende eigenlijk. Alleen maar ellende.